Onno Dirks is geboren in 1952 in Hengelo en studeerde aan de Kunstacademie in Enschede. Voor See the Fences heeft Onno Dirks uit zijn archief met analoge foto's afgekeurde 4x5 inch negatieven gekozen. Het zijn foto's met een kleurvertekening, onscherpte en totaal mislukte foto's. Maar wanneer is een foto totaal mislukt? Nou ja, wat is goed? Dat is een definitie waar je het heel lang en breed over kunt hebben. En binnen de fotografie is die discussie altijd heel nadrukkelijk aanwezig. Zo van, is iets niet scherp? Dan is het, oh, foute foto. Of van, kan niet. Hè? Zo van, moet scherp wezen. Dat is een stelling. Is die te donker of is die te licht? Is die bewogen? Nou ja, dat zijn allemaal van die termen die eigenlijk in de schilderkunst helemaal niet tegenkomt, maar in de fotografie wel. Ik vind het dus mooi om uit te gaan van in mijn archief rondneuzen van wat er dus aan foute dingen zijn die ik toch mooi vind. En dan ga ik daar wat mee doen. Onno vindt dat de imperfectie juist verwondering oproept. Een interessant beeld van licht, schaduw en lijnen. Dirks wil ons als kijker laten zien hoe hij kijkt en wil aanzetten tot vrije kijken. Deze foto's krijgen onderling weer een verbinding met elkaar, omdat hij de lege tussenruimtes van de papier is gaan tekenen met grafiet en Siberisch krijt. Dirks onderzoekt het grensvlak tussen fotografie en tekenen, waarbij hij de fotografie als een kader ziet, maar door te tekenen deze kaders doorbreekt. Ik was als beginnend afgestudeerde heel strak in de leer, zeg maar. Dus eigenlijk een foto was alleen maar goed als hij dus dan aan al die criteria voldeed. En anders niet. Dan ging hij gewoon de prullenbak in. Vandaar dat ik dus nu een aardig archief heb van semi mislukte tot echt mislukte of kapotte beelden waar ik nu weer uit kan putten. Want dan kun je er toch wat mee doen. Mijn vader zei dat altijd van je gooit geen spijker weg of je moet echt helemaal krom zijn. En nou ja, ik doe dat dus dan eigenlijk met mijn negatieven of met mijn dia's. En die hebben dan ook deze serie opgeleverd die dus nu in See the Fences hangt. Je hebt 5 vensters. Ik heb dus 5 combinaties gemaakt. Ze zijn allemaal van vergane glorie, zou je kunnen zeggen. Want vergaan, het zijn allemaal gebouwen die dus niet meer bestaan. Dus er is niks, geen enkele foto waarvan iets nog bestaat. De meeste zijn van de brouwerij Hengeloze Bierbrouwerij. En daar staat in feite alleen nog het ketelhuis van. Dus al die hoekjes en gaatjes die je op deze serie ziet, dat zijn allemaal dingen die al lang gesloopt zijn. Wat opvalt is dat Dirks de vensters steeds meer vult met stroken. Zo wordt de ruimte systematisch steeds meer gevuld met tussenruimtes. Ik ben altijd heel pieterpeuterig gewend te werken. Misschien als fotograaf zijn ook. Hè? Altijd alles op de millimeter. Hè? Vandaar dat ik zulke potloden gebruik. Je zet het eigenlijk al, in eerste instantie vul je het vlak in. Maar naarmate je verder doorgaat, gaan dingen steeds, ja, in ieder geval vind ik, dan steeds mooier worden, steeds meer diepte krijgen. Dus je kunt hier uren op blijven tekenen. Hè? Hier kan ik zo uren bij zo'n onderdeel bezig blijven. Hè? En dan is het enige risico is dat ik te lang ben doorgegaan. Nou, ik wil eigenlijk gewoon vooral mijn ding doen. Hè? En als iemand dat mooi vindt, dan zeg ik halleluja, geweldig. En als iemand dat niet mooi vindt, dan kan ik daarmee in discussie gaan. En dat doe ik graag of zelf, dus dat is ook alweer zoiets. Maar dat is dan toch waar het meer om draait. Hè? En niet het is zoveel waard of wat dan ook. Nou, daar ben ik wel vanaf. Als kunstenaar zijnde leer je ook, maar is ook eigenlijk alweer een pre dat je gewoon toch doorgaat op de manier die je zelf voorstaat. Van dit vind ik belangrijk, dit wil ik doen. Vanaf 12 september is de expositie te bezichtigen langs de openbare weg in het pand van 1 Twente Hengelo.